jubileumeditie ter ere van de 50ste verjaardag van Maartje Rijksma. Hoe de eerste 50 jaar eruit hebben gezien, weet iedereen wel. Maar hoe zit het met de volgende 50 jaar? Worden ze leuker of zitten ze vol met ergernis? We vroegen het een aantal ervaringsdeskundigen. Welkom bij het Wereldwijf Draaft Door. Nummer 5. Maartje, gooi het allemaal gewoon in de vuilnisbak. Duur, goedkoop, natuurlijk, het is allemaal flauwekul. Schoonheid zit van binnen, dus dat zit bij jou wel goed. Lieve Maartje, van harte gefeliciteerd met je 50ste verjaardag. Hier is het allemaal begonnen. En sinds die tijd hebben we al heel veel leuke dingen met elkaar meegemaakt. En daar komen nog een paar leuke mensen aan. Gefeliciteerd, Maartje. Dag, lieve kleine Maartje. Ben jij al 50? Het is niet te begrijpen. Doei. Dag, Maartje. Ook van mij gefeliciteerd. Nog heel veel gezonde jaren. Groeten aan je moeder. Oh, ja. Dag, Maartje. En we gaan gauw een keer in Friesland een seizoenswandeling doen. Lieve Maartje, hartelijk gefeliciteerd met je 50ste verjaardag. Ik vind het superleuk dat ik erbij kan zijn. En wat ik je wens voor de komende 50 jaar is dat je zo lekker open en jeugdig blijft. En nog veel avonturen meemaakt. Kom zitten. Hallo. How are you? How are you? Dit is Maartje's verjaardag. Die wordt 50 jaar. Oké, happy birthday. Hey Maartje, voor jou, voor je verjaardag, een alfabet. De A is van dit alfabet, waar Han zo graag om lacht. De B is van bossenbol, net als jij, krokant en lekker zacht. De C is van Catharina Fons en van Christelijk van huis uit. De D is van dikke kus, die deel jij vaak ruimhartig uit. De E is van etetien, daar heb ik je voor het eerst gezien. Tel al. Ja, 4. Gefeliciteerd, Maartje. Voor de komende 50 jaar wensen we jou veel feest. Want dat kan je heel goed. Met de H van Hans. En met de I van Ina. En als je jarig bent, eigenlijk gewoon altijd. Gefeliciteerd, ook van Noor. Dag Maartje. Gefeliciteerd met je verjaardag. En ik wens jou voor de komende 50 jaar heel veel jazzplezier. Ik hoop ook dat ik nog met je mee mag de komende jaren. Heel veel jazz in Jupetown, heel veel samen eten, heel veel samen drinken. Heel veel plezier. Gefeliciteerd! Les 3. Ha, man, gezellig dat ik er weer ben. Ja, sorry, even mijn gesprekje afmaken hoor. Ja, heel even maar. Oh ja, ik moet ook nog naar de wc. Nou ja. Huppakee. Eens even kijken hier in de la. Nee, ik heb zo'n honger. Nee, die mag ik niet. Nee, die mag ik ook niet. Oh, lekker. Biologische chocola. Hartstikke lekker. He. Nou, tijd geduurd, hè. Even kijken hoor. Die. Ah. Nou ja. Goh. Heb ik ook nog. Oh, die heb ik helemaal niet gezien. Die ken ik helemaal niet. Even wie is die nou toch? Nou zeg.
Ja, ik heb het natuurlijk hartstikke druk. Oh, lekker zeg. Ik had zo'n trek. Gezellig om hier weer te zijn, hè. Ik wil nog eventjes... nog even mijn telefoon pakken, hoor. Ja, sorry, mam, maar... Er komt even een appje binnen, hè. Helemaal niet kwalijk. Nou ja, dat komt straks dan wel. Oh, deze is ook leuk, zeg. Nou ja, heb je daar nog steeds contact mee? Wat een onzin. Hè? Ja, die is ook wel aardig, ja. Even kijken, ja. Ja, sorry, mam, moet even lezen, hoor. Ja. De K is van Kampen, een goed bewaard geheim. De L is van Leven, lastig, liefhebben en lijn. De M is van Mama Maartje, dan weer hier, dan weer daar. De N is van Never Say Never, gevoelige gluten en nog 50 jaar. De O is van Onderwijs en van Dikke Kont. En zo is de cirkel weer rond. Kus. De P is van Protgr, het magische bolwerk op Midsland Noord wat jou heeft gevormd. Maartje, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En we wensen je toe dat je net zo jong van geest mag zijn en blijven als je nu bent. Je bent natuurlijk al de jongste 50-jarige die wij kennen. En we hopen dat jij ook de jongste 100-jarige zult zijn die wij kennen. Laat dat je enige target zijn voor de komende 50 jaar. Hiep, hiep. Hoera! Hiep, hiep, hiep. Hoera! De Q is een kutletter. Ik denk met de pletter. Oh ja, en van Kutklus, jouw favoriet. Is walgelijk, nummer 2. Hoi Maartje, dit hier is jouw grote trots. Ja, ik hoop niet dat we de komende 50 jaar, net als de afgelopen 50 jaar, doodgegooid worden met hoe grote aardbeien we zijn. Hoeveel bessen er als een boompje zitten, hoeveel ongedierte er in de grond zit. Anders gaan we er zelf iets aan doen. En de R is van Reitsma, bij wie ik nog op vele fronten in het krijt sta. Zij God, er moeten lichten komen aan de hemelkoepel om de dag van de nacht te scheiden. En zo gebeurde het, Maartje werd geboren. Ha Reitsmaatje, vanuit La Douce Frans mijn tip voor de komende 50 jaar. Laat al die werkstress varen en ga leven als God in Frankrijk. De S is van stress, Kim. Ja, past eigenlijk helemaal niet bij jou. Je bleef altijd zo lekker rustig en... Hey Maartje, ik wens jou hele mooie, vette jaren toe. Net zo vet als deze vers van het land kropsla. Groetjes van Begit. Doei! Ik ben heel erg verkouden, dus daarom deze kropsla. En de T is van Timmerman. Timmerman en Reitsma, een lekker stel. Ik lang, jij kort. Ik slank, jij superslank. Nummer 1! Ik ben Maartje. Het is hier echt geweldig. Want ik ga elke week naar de film en naar de bioscoop en in theater. En dan gaan we altijd voor uit eten. Ik heb alleen een voedselintolerantie. Maar ik ben helemaal niet erg hoor. Want het is hier gewoon geweldig. En ik hou heel erg veel van theater. Maar ik heb verder helemaal geen last van. De U is van Kukleku en de V is van Verbeterplan. En ik heb een
voorstel en van de bedoeling. En de W is van, waarom is dat zo? En hoe moeten we dat oplossen? En wat zit erachter? En kunnen we dat niet analyseren? En wat zijn de oplossingen? En hoe moet dat dan? En wat is de essentie en de kern? En van wie? De X is een moeilijke letter. Ik denk mij te pletter. En de I, lieve Maartje, is van eindelijk 50. En de Z is van... Zo, papa! Zeg maar ja. En ik zet nu het videocameraatje uit.